Good morning! We hebben het echt laat gemaakt en het is nu, weet ik veel, 9 uur of zo. We gaan nu looks uitzoeken bij de Samsung Showroom voor de show. En ik ben helemaal full aan Kopenhagen. Even aan jullie laten zien. Ik heb een mega soepjurk aan. En een haarspeldje. Ik had er wel zin in. Steef, hallo daar. Hallo. Heerlijk. Hoe voel jij je? Ik had, laat ik zo zeggen, deze jurk nogal nodig om een beetje op te tempo. Het was heftig vanmorgen. We zijn in de showroom van Samsung. Wat? Het was superleuk gisteravond. Misschien kun je nu wat flashbacks erin doen. Hi guys! Hi guys! En de openers en de afsluiters doet en wat edit suggesties. Ik ben het helemaal over. Ik denk dat je de vlog ook wel. Ik dacht ook dat ik echt minder wit was dan dit, maar ik ben praktisch juist zwetter. Jezus. Ik ben nu jurken aan het passen van Rotate, een merk waar ik al vaker over heb verteld. En dit zit echt alsof het voor me is gemaakt en het is blauw met glitter. Ik ben helemaal in love. Dit ga ik aandoen. Dit is dus een geweldig jurk. De hemdjes zijn wel geweldig. Deze twinnie. Eindelijk! Zo'n grote lach altijd. Altijd zo. Altijd. Ik ken eigenlijk niemand die vrolijker is dan Linda. Nou, ik ook. Jij bent echt de aller. Nee, jij bent echt nog veel vrolijker. Nee. Ik heb nog wel eens een klein inzinkje. Ik ook hoor. Echt? Ja. Oh. Oké, dat is geruststellend om te weten. Jij bent echt de aller. Human after all. Vrolijkste persoon die ik ken, echt. Ja, oké. Dit is echt van You Hang Up. Yeah, You Hang Up. Ik heb het al eens een keer in de vlog verteld dat eigenlijk mijn vader jou leuker vindt dan mij. Heel beliefd voor je vader, bij deze. Deden we het spel, als jullie niet onze kinderen waren, wie zouden we dan als kinderen willen hebben? En hoe leuk, mijn vader had gezegd van ja, ik zag Yara op tv. Net een heerlijke lunch bij de Louise Rowe Gallery, wat ook een interieurwinkel is en een super lekker lunchtentje. En nu gaan Nicole en ik even naar Balm en Vertkaarten, waar een hele leuke vriendin van ons werkt. Efficiënt, gezellig, inspirerende dag. We zijn nu bij Baum und Pferdkarten, wat jullie kennen uit allemaal shoplogs en dat soort dingen. Josephine is de leukste PR-meid ever en die werkt hier. En dat ziet er zo goed uit. Check al die kunst en die rekken. Zo sick. Dit is de leukste PR-vrouw ever. Yeah. Oeh, funky. This leopard couch is madness. It's where the magic happens at Baum. Oh. Are you secretly chilling on the couch all day? Like, I'm secretly eating, like, in meetings. I'm just chilling out. Hier dus gewoon pepernoten. En oftewel, hoe heten ze? Pionnen. We zijn terug in het hotel en mijn Samsung items zijn aangekomen. Ik wil jullie laten zien wat ik vandaag aandoe. Allereerst, hoe briljant is deze plastic snake shopper? Doorzichtig. Geweldig. Deze jurk doe ik vanavond aan. Het is niet een print waar ik in eerste instantie mee ga op zou vallen. Maar ik vond hem eigenlijk heel gaaf. En ik denk dat het heel mooi zit. Ik heb hem nog niet gepast. Beetje een soort cloud print. Strak colletje waar ik van hou. Getailleerd en dan heel lang. Over mijn schouders doe ik dan dit olijfgroene leren jasje. Gooi ik dan gewoon een beetje om.
boyfriend model. Is echt zo'n mooie frisse kleur. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Ik ga even mijn make-up eraf halen en opnieuw opmaken en opfrissen en dat soort dingen. Misschien kan ik nog even mijn koffer inpakken in de tussentijd. We hebben morgen een hele vroege vlucht alweer. En ik heb echt veel zin in het event. Er zijn 130 mensen. Ik zag net Pauline al, Pauline Rimes en Tiani uit België. En Steve is nog even op pad naar wat meetings, dus die zie ik zo meteen. Mijn trusted roomie. Look for the show. We zijn er! En ik heb een lizard bij me! En een joekster! Deze schatjes, echt een zin dat jullie vaak samen reizen. Dat dat wat kan. Allerleukst. Ik vind het jammer dat jullie morgen niet. Ik ook. Ik moet ook wel prijs in een plastic. Even, want ik wil dat dit erop komt. Ze zijn namelijk niet voor één, maar twee genomineerd. Nee. Waar dan? Waarvoor dan? Voor de Mercurius. Het zijn een soort Oscars van de tijdschriften. En we zijn genomineerd voor cover van het jaar en media merk. En welke cover? Dat is zeg maar de hoofdprijs. De cover met de blote borsten en de bikini top. Zo van maatschappelijk thema. Jij bent de baas van je lichaam. Jij kiest wat je laat zien. En dus ook voor je wil. En ik heb gewoon zin dat we er sowieso één gaan winnen. Maar misschien zit ik helemaal naast. En dan is ik winnen. Ik heb helemaal een fabulous jurk hier in Kopenhagen. Dus nou, even een kleine recap. Ze heeft een fabulous jurkje. Ze zijn genomineerd voor niet één, maar twee prijzen, waaronder de cover van het jaar en mediamerk van het jaar. En de show gaat beginnen. Doei! Een gorgeous dinner date van vanavond. Zo mooi deze jurk. Wat staat jou niet? Dat is de vraag. Vast veel dingen, maar ik weet het niet anders niet. Body in de kamer! What up? What up? What up? Liz! Hallo! Ik zoom even in. Blijf bij ons. Oh. Hey Liz! Lekker inzoomt, Jassie. Jassie en zo'n We hebben alle nieuwe Kopenhagen merch. Nieuwe Denmark haarspelden die ik dacht dat zo klein waren. En wat iedereen heeft. Ja, zeker. Oh, ja, zeker.